is Obiku. Obiku, nu doet hij het. Rijkaard achterop en Feyenoord staat op 2-1 en de wedstrijd is dus afgelopen. Dat is mooi. Hij zei het zeker hier kijken, ik heb er veel van. Daar gaat het shirtje weer, Michael Biku. Lang niet gebruikt, nu gebruikt en ineens is het raak. En de bekerwedstrijd is over en Ajax ligt eruit. Dat is na 21 jaar mijn eerste keer om hier te komen. Om te zien hoe de veld allemaal uitzag. Ja, dan is het een beetje emotioneel. De wedstrijd, ja, was een wedstrijd Ajax Feyenoord in de beker. En dat was de kwartfinale. En dat jaar Feyenoord heeft het moeilijk. Want normaal gesproken Feyenoord moet wel Europa in elke jaar. En dat was een jaar waar in de competitie we waren niet zo hoog. Ik denk rond de vijfde of zesde positie. En de alleen mogelijkheid om naar de Europa te gaan was via de beker. En destijds hebben wij Ajax, dat was bijna onverslaanbaar. Als je kijkt naar de opstelling van Ajax destijds, met namen zoals Van der Sar, Frank de Boer, Ronald de Boer, Jari Littman, Frank Rijkaard, Edgar David, Seedorf. Ja, dat was wel de ploeg. En tegen ons Feyenoord, ja maar. Ja, Feyenoord ook. We hebben een paar goede spelers, maar we moeten wel hier in Amsterdam waar maken om een ticket voor Europa te krijgen. Feyenoord dreigde de halve finale van de beker mis te lopen. En toen bracht Willem van Hanegem zijn laatste troef, Mike Obiku. Ja, dat was Willem van Hanegem en Gerrit Meijer. En ze zegt, Mike, ja, je wil altijd beroemd worden. Dit is de wedstrijd. Als je één doelpunt kan wel maken, dan ben je onsterfelijk, weet je wat. En ik zei, dat is geen probleem, ga maar. Lid van de Boer. Revers. De bedoeling is Obiku. Obiku, nu doet hij het. Rijkaard achterop en Feyenoord staat op 2-1. En de wedstrijd is dus afgelopen. Daar gaat het shirtje weer, Mike Obiku. Lang niet gebruikt, nu gebruikt en ineens is het raak. En de bekerwedstrijd is over en Ajax ligt eruit. Een wedstrijd kan wel je hele leven draaien, weet je wat. Ja, toen ik scoorde de avond, ja, we zijn allemaal blij, weet je wat. We zijn door naar de halve finale van de beker. Ik weet niet wat dat betekent eigenlijk. Ze tilde me omhoog, yes, Mike. En hij was, wow, wat heb ik gedaan? En ik zei, ja, dat is je eerste winnen in Amsterdam. En tweede, Feyenoord kan wel Europa in en dat was echt heel mooi. Wat betekent Feyenoord voor jou? Ja, daarom ben ik in Nederland gebleven, want Feyenoord is de beste club dat ik heb ooit gevoetbald. We zijn heel benieuwd of je het nog kunt. Ja. Kun je het nog? Ik weet het niet, ik ben een stuk ouder nu. Dus denk ik was echt fit en jong, maar nu ik ben ik 48. So, ik kan wel proberen wat ik kan. En dan gaan we in die duel in. Bam! En word ik lost. En dan is weg. Frank Rijkaard komt en probeert. Bam! En we binnen en ik ga. Shut the rap en drinken. Yes! Oh, wat ongelooflijk, man. Gewoon, je gaat nu proberen wat ik heb gedaan. En even kijken als dat gaat lopen. Oké? Ik kan mijn best doen. Oké, goed. De doelpunt van mijn vader dat heb ik zeker zo'n 500 keer teruggezien. En hij heeft het zeker zo'n kleine 1000 keer aan me verteld. Dus ik weet wel precies hoe het gegaan is. Wordt een eitje. Ja, het wordt zeker een eitje. Komt goed weer. Gewoon focus en denk wat het betekent, oké? De bedoeling is Obiku. Obiku, nu doet hij het. Rijkaard achterop en Feyenoord staat op 2-1 en de wedstrijd is dus afgelopen. Ja, ging goed toch? Mijn was alleen wel mooier. Mike Obiku, lang niet gebruikt, nu gebruikt en ineens is het raak. En de bekerwedstrijd is over en Ajax ligt eruit.